En dan we pick up all the five fitters, bouwvakkers, personeel van alle grote en kleine handelszaken, de bus, pick up truck en taxi chauffeurs, vissers, landbouwers, leerkrachten, secretaris, notaris, de committee, Sanchoon in to SCCN en je volgt op a facebook page voor decalogies. We kijken wat die is. Nou, het Afgestudeerd qua dekologisch faculteit. Gespecialiseerd in de dekologische wetenschappen. Master in dekologie. EGV-gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd in je programma hmm. Dat and Uyeremia uh, that Brouillard d'Ors Commodores kontenel in Atori voor array rij en voertuigenbelasting. Belasting Vooral ten aanzien voor a Want im gebreken gister In het informatief programma Dek en a op de facebook Page van Cedric Jong Dou Takatori uitgebreid bij ook to let Cameron Pot want to kant tekeningen in Atori? tak Maar voa kan a nga voor a Want je weet die sticker, Naat wat wij hebben gehoord Wordt aan de buiten kan van dit voertuig geplak so met twee gevaren. We leven hier in de tropen. Dan want dat regelmatig Sonja en Pirelli en Tiefkaboni daarmee bedoel ik dat regelmatig de zon heel fel aan het schijnen is en je kent het effect van hitte. En daarna krijg je ook nog ons lekker vochtig tropisch klimaat per Rijnhold. Ik kom het te wagen, waarbij het ook regent. Dus de weerseffecten. op die sticker die aan de buitenkant van de geplakt wordt, zullen dus ook niet uitblijven. En veel van de mensen die pay sam do assentiment, dus de mensen die hebben valt, aan hun betaling voor rij- en voertuigenbelasting, stellen zichzelf de volgende vraag: wat gebeurt er als door erosie, door het, ja, no, erosie, als door mishandeling van het weer, ja, schuifer, die sticker het op den duur begeeft, zal je zeggen dat ik dan niet verzekerd, ik bedoel, niet betaald heb voor de voertuigenbelasting, wat gebeurt er wanneer Joko Koko, je weet wie ik bedoel toch zo, incriminerie, radisch kopu een, een werkallergisch jongen of misschien een John Sleutel, is dat wie een John meer bedoel, kon krap je temtem je sticker tekie, stel je voor dat een of ander onverlaten gast ervan gaat met jouw sticker. Hoe zal jij kunnen aantonen dat je wel die rij- en voertuigenbelasting hebt betaald zo? Ja, Lisa, tekening en volvo. Naar zeggen van Marita Weinerman, hoofd fiscale zaken, der indirecte belastingen, dan geeft zij aan, dat er een bepaalde veiligheid is ingebouwd in de sticker, waardoor iemand hem niet kan verwijderen, om hem opnieuw te plakken. Dat is misschien wel zo, je kan hem verwijderen, het gaat moeilijk gaan, maar nou onderschap de jonkita pastrati. Nee, dat moet je nooit doen. En stel je voor, dat de persoon, het wel heeft kunnen verwijderen... ...het niet zal kunnen gebruiken. Maar tasma mijn verwijdering, ba... ...dat ik die heb betaald... ...en voor die sticker alle nodige... ...formaliteiten in orde heb gemaakt... dat zit ik dan zonder een sticker. Rara, wat zal ik moeten doen, zo? Je leest... tekening en vol. Want je moet berekenen ...Hoofdinspecteur Lloyd regio ...regiocommandant voor Paramaribo... ...geeft aan dat wie niet beschikt... ...over een sticker... ...gekeurd zal worden omdat het eenmaal is opgenomen in de wet. Zo, so. wachtie, Look je luik aan radioframe, nog. Zo, neem me herhalen die nog een keer. One more time, we hof, Lloyd. Told Regio commandant van Paramaribo geeft aan dat wie niet beschikt over een sticker bekeurd zal worden omdat dit eenmaal een wet is. En vaak in abdekologie, we melden u dat er nog een en een Er zijn wetten, er zijn regels, en jij dient jou als burger te houden aan die regels. Je lees tekening en Volvo. Ta -pa Dek. En dan een um, nieuw ID-kaart. Ik kom te wonen. Maar het heeft ook een kostenplaatje. Want look hoe vaak we het dat die mooie dingen zijn leuk. Maar alles kost. Alleen als zuurstof die je ademt, als zon die je in China is. Want daarom heb je ook geen garantie op de zon. Je begrijpt wat ik bedoel? toch? Nee, je verstaat. Zou je taxi taxibedrijf in een specifieke sector? Alleen de zon en zuurstof is gratis. De rest in alibi, alles Yo jouw Want de moderne biometrische identiteitskaart, die zal worden voorzien van een datachip, waarop er alle gegevens zullen zijn. Dus bijna ook als wie is je ex Mijn god, hij ging ook met haar. Zo, nee, nee, mensen. Nou, broei, wat zo, Maar ik wacht dat telefoon op je ID-kaart. Nee, nee, rustig, relax. Zo, maar het heeft ook een kostenplaatje, en een kostenplaatje na 9 miljoen US dollar. Trump, me bedoel, dat zal het de staat gaan kosten. Dit zei Mike Nur-Salim, de bijna gesuikerde minister van Binnenlandse Zaken, gisteren tijdens een commissievergadering. P. doet de zaken uit de doeken met alles wat kan verstaan, precies. Want de kostprijs voor het maken van deze ID-kaart is gesteld op 11 US dollar. 11 US dollar. Maal het aantal mensen in Suriname. Komt op hoeveel rara ik kan berekenen. Volgens de bewindsman. De bijna gesuikerde minister. Is het misplaatst wanneer mensen aangeven. Dat het zomaar te duur is of te goedkoop is. Het gaat erom dat we geen ID-kaart meer hebben. Die makkelijk vervalst kan worden. Want ISAP om is Macasa el sol Celsius. Doordat bepaalde mensen een verkeerde. Niet de verkeerde, een valse ID-kaart zijn gaan maken en die mensen hun huis hebben verkocht gewoon met de ID-kaart. Go tabangie, tik lening, tik papieren, taps maar osso. Jij begerekend, ze hebben bedoeld zo. Jij leest de tekening en volvo Tap. Padek. En sap als de bedrogeren nu bedrogen uit zijn gekomen. Maar in gebereken tak ex-minister Felici, die stapt eruit. Hij was... Minister in de tijd van Elfen, nee? ik heb het over die periode van 2010 en een periode dat die voor 2010 was hij de minister van RO, regionale ontwikkeling en hij was een rapper van een bepper, dus hij was lid van BEP, maar Lucinda, wat je bedoel. hij stapt uit de BEP en waar gaat hij naartoe? Zal hij het groen doen, weten we nog niet zo. Maar Arki, zie, luister, hoor. Kijk, begrijp en verstaan. Baka, die BEP bent de deel van V7. Want je weet, BEP was een v De partij heet Broederschap en Eenheid in de Politiek. Kort na Ayurva Kisologie, de verkiezing in 2015, heeft Bep getoond dat het niet gaat om broederschap en eenheid in de politiek, maar bevoordelende egoïstische politiek. Want toen dan Bep Lucenda, Luciano V7, en tak nee, ze zijn nu deel van de coalitie, naar zeggen van Michel Felici. Dan was dit geen goede stap, gezien het feit dat eigenlijk Bep een politieke organisatie, Nobe bij Abtumzi te brokkelen in de politieke pap en va, va, ja, yeah, va, kang, va, kang, va, kang, tak, bep ook voerwan campagne Voel leg like desma uit tak, nono de asentiment die de paisandu, die alibi di komoro duriname en Suriname, dat het niet de schuld van de bep is. Maar voor Michel Felici, de eerste sansan e gebeur e in ina achterland, tak, dape, desma abi paisandu, morlof, die askoromonie, want daar heb je meer bijzonders. Scholen. en ook Jeremia dat de ouderbijdrage van de bijzondere scholen is aangepast het wordt niet meer gesubsidieerd dus wat sentiment voor 52,53 Jeremia, dat de mensen moeten gaan betalen per kop, en niet als je kind koppig is, maar per hoofd, ja per leerling om het zo te zeggen zo, wat een a sentiment, hoe zullen die ouders aan dat geld komen, want in gebrekenlijk van Michel Finici ex-minister voor R.O. In de tijd van Elvene, let van de Bep, geen Bep er meer, ben taxibedrijf, taki eigenlijk, dat de Bam hoor rekening, tak eigenlijk in a achterland, dan Bep, be de Astengi a people, voel wo vertegenwoordig a people, en tak over autoriteit tori, tak nee, poerbaka, purbaka de nogomang, poerbaka, poerbaka de nogomang, maar next no purbaka want die besabides man op man, dat zei, de mek juist reef potent, dan wel, je werkelijk de potent die dus de mensen daar in het achterland betalen nu meer voor onderwijs voor hun kinderen. En in deze harde tijd, waarbij de mensen al moeilijk dat geld bij elkaar kunnen krijgen... ...is dat om te doen voor de mensen is onkant. Hoor me zo! Dus Michel Felici is niet tevreden met de rol die de BEP heeft vervuld in dit alles. En nu, van u leest, heeft zie de zin te kopen. dat Takasangba, dat gaat de regering... Pre-elektoral kombinatsis forbiden. Des unen moksi. Noam Moksimorjong. Dat ze één combinatie verband de verkiezingen ingaan. Want naar zeggen voor Michel Felici. Dan naar Assembaldici. De man bij Skopgo de maf papa-aap loopt uit. Je weet wie ik bedoel. Ik heb het over Palu. Want kort voor afverkiezing verkiezing voor 2015. Ayurva van Dan kreeg Palu te horen dat de NDP alleen de verkiezingen ingaat. Want is aptaki NDP bij Moksimorjong. Naga Palu in 2000. Toen hadden we Hank Ram nan dan Lal hij zat erbij in Paramaribo als lid van de Palu en dan hadden we Anton Pal die als een Pal boven water stond daar in Coroni. Je begrijpt wat ik bedoel toch zo. Maar in 2015 dat kort was voor akisalohi dan de man deelde me mee dat nee, o nee, moxie Orno o moxie morjong. En dat heel snel, ik kan me nog herinneren. Van boe snel, palo bij Abivlongo zit structuren. Om in de verkiezing alleen mee te kunnen doen. Zo. So... Katak zei wanneer dat de NDP zit so, Zo in de en die de valk aarkis amsano. Wel in gebrekend tak Joop de Lange Jood schudde laat zijn lange vinger in Oseer het ontspanningscentrum voor ezels ROE. Uh, het ontwerp. Centrum aan de eerste rijweg. maar geef geeft aanbouw dat in komen de bestuursverkiezingen in NDP nebding, uh, Nationale Devalu uh, Partij NDP met bedoel, dat is er ruimte gelaten Foucona ini en Nyang Endringi en Onosab et f bab -bep. BEP moet helemaal komen van die hoek van Nieuw-Weer, want daar is hun, hun partijcentrum, daar in PSB PSB was Mikosaka Wakakon dus zij hebben een langere afstand af te leggen maar de mannen van HVB die hoeven niet over te lopen, maar ze gewoon oversteken, want ze zijn vlak daar ik heb het over de hulpjes van bouwt, uh, de honden van, nee, <coughs> de huis uh, van bewaring. Nee, nee, dat is no, niet interessant, maar de uh, huis van bewaring. Ik ben baral de man, zei Nee, maar we hebben over ah, hernieuwing en vernieuwingsbeweging. Ze gaan steek over voor controle het, naar zeggen van Michel Felici. Dan is het duidelijk al dat de NDP... Aangeeft dat als en indien je wilt participeren, moet je gewoon lid worden en de in naar NDP. Dus HVB dadelijk nebesta. BEP dadelijk nebesta. Als en indien ze samen met de NDP in de komende verkiezing zullen willen meedoen. Maar, na zeggen voor Michel Felici, dan noem de abo moeilijk ook. BEP footak de mei de streffi. Om aan het volk te gaan zeggen, it wasn't me. Souma hmm. me kalibi It wasn't me. I've put people on the tack. Yeah, lay. and fall Top. Pa. Deck. And then is there in deck and a The ubetak heel on spanner. Over wat to onderwerpen en met bar Raffi Dappe in bemre beelmer want is de u takaptorif zwarte Piet isabi ook. Okay. kijk heel ontspannen zonder emoties zonder persoonlijke aanvallen ik bedoel moet toch kunnen toch ik bedoel ik hoef was en heet. per over de sân. en we hebben er heel ontspannen over kunnen praten de feiten isabi ook boven water gehaald dat zwarte Piet al lang zwart was isabi toch dat feest. al lang was isabi in de afgelopen jaar ook is maar een probleem dan ja u Heel ontspannen en mooi begrip komt, tak voor kan pakken aan antrefasi. Ook toen in dek en AS is de daar hebben we mogen praten met Anil Kunch Bihari. En je weet in dek daarom we tegen in volg dek want daar zijn we op niveau bezig in het hoogste college van social media. Dat we niet Facebook voor kosiesma of taksanifsma of post-sexfilm. Nee, dat is oh. wel een aantal nieuwsexfilms die in de omloop in Suriname Maar, Anil Koenspihari, voor als Wa ocasi ben, doe bepaalde zaken uit de doeken. Weet je hoe het leven is voor mensen met een beperking? Hmm? Wel, zie de krantenkoppen. Blinden en slechtzienden krijgen toegang tot moderne telecommunicatie. De blinden en de slechtzienden in, uh, in Suriname zullen voortaan toegang hebben tot moderne telecommunicatie. Technologie, want de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname stelt deze groep in de gelegenheid: de mij create, mogelijk in dat die honden anders kunnen worden gewikkeld, dus dat de ontwikkelingen gaan komen te wonen om met behulp van een telefoon of laptop en andere applicaties te kunnen participeren in alles van het leven. Wij luisteren voor de mensen die dekken gisteren hebben gevolgd als je het hebt gemist je mag gaan op die facebook page van Cedric Jong they can looking that je terwijl we communiceren met Anil terwijl hij meedeed aan de beraadslagingen in het hoogste college van social media deck en A. that was van de andere leden die lid zijn niet eens dat die man officieel een beperking heeft

van een brief. En dat die brief via de telefoon gewoon voor hem wordt voorgelezen. Dus stel je voor dat one dame. Ben one, send one een dame bij een zin message een teammessage aan Niel. Dan hoef je niet iemand anders te vragen om het voor hem te lezen. Begrijp je? Dus Amandus. Mister, kreeg je me dat? Eh? Met dat mis... Yo, maar dat Maar met zin van een big up go met Henk. Blijn ook. Wat is dat? Nee, even een afbak dat de stap zei Oké, nee, hekje, volk aan de ecologie. Oké, okay, zo. So. We well, zijn so dat mensen met een beperking niet zielig zijn en dat alles voor ze gedaan moet worden. Maar ook toe, in het dat Anil Kunschbihari, Lek like voorzitter voor Astichting Wa Ocasie, begeeft aan dat de mensen met een beperking slechts vragen om mogelijkheden om net zoals ons ook een leven te kunnen hebben. Want ze zijn niet allemaal helemaal. Disabled invalide lijkt bij en dan gebruiken we het woord invalide ook niet meer en invalide auto so en zo aan niet invalide wetakje je bent niet goed is abit ook zo so. maar van je doen gewoon go goed oké okay? Macintosh even verstaan zijn we taxibedrijf zo so, we are key. Zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ten aanzien van de technologische en decologische ontwikkelingen, dat Anil Kunschbihari haar visiteert door te laten zien dat met moderne applicaties op hun telefoon en laptop zij net zo als de rest van de gemeenschap kunnen participeren. Ken je bij je benieuwd dat je een keer met je guasimang, maar je hebt geen guasimang bij je gong? Je leest aantekeningen en valvo. dek. En dodelijke beschieting in Broccopondo. Wel ook voor Jeremia. Dat wou na naar Creek, Moppen uit een hangmat. Denk tak Ashina Easton was vliegende vogel. En dat man Teka Baikal zoet was schot. Maar toen hij ging kijken naar welke vogel heeft geschoten. Zag hij dat die vogel te groot was. En geen veren had. Wat bleek dat in Annettie. Dat man zoet En Annettie zoet was meti, die. En zoet was Libisch. Maar Zo. So, saritor toch Zo. So, Baka a daar is de politie op de hoogte gesteld van het gebeuren. En de man komt Dorothy van deze plaats uit. Dan condoleren wij de nabestaanden. Saritori. Hmm. En Ayurufu, Bambel e begin Dorothy. Vuurwerk dadelijk in I Love SME Suriname. Unesap. even na doordat atrong Duriname. We misschien minder vuurwerk zullen zien. Maar vermoedelijk is er een lading Illegaal vuurwerk in Suriname aangekomen. Met illegaal bedoel ik verboden vuurwerk. Dus kan dit naar dynamiet gaan. Dus voorzichtig zo. Maar, een korps brandweer Suriname. De bezig is onderzoek. Want de moet testen. Want als een geluid is 55 decibel. Een uh, uh, decibel. Decibel. Dan eigenlijk mag het niet gebruikt worden hier in Suriname. Dus de man die in een onderzoek bezig. voor kon Sabrina, precies. Zij Gebeurt in een specifieke kwestie die zie je lees tekening en volvo daar, paar deck en die kinderen zijn boos. Ja ja, tuim, tuim, maar time. Voor voor gaga door nee echt niet hoor, echt niet zo. Het Nationaal Jeugdbepatent Parlement is ontevreden. Want Ubeko Jeremiaqba en ik had Nalini Gopal, de minister Lalini Gopala, nee, Gopal, ja, op de hoogte gebracht van het feit dat wanneer kinderen spelen, je niet moet bemoeien als ze spelen. Maar als je gaat bemoeien, hou dat dit nooit op. Maar eerlijk, Tante Lalini is gaan bemoeien. Want ze gaan, Tante, Tante, ze spelen voeru met ons hoor. Want eigenlijk wilde ik kandidaat zijn. Dan hebben ze dingen weg. Blijst, blijst, blijst. En dan ga ik zeggen, oh, blijst, blijst, Zo. So, want u het taki ascreening procedure. Die den youth ambassadors o, worden veranderd. En Edgard Sampi is een van de ontevredenen. Die zegt dat hij niet opnieuw gescreend wil worden. Want in gebrekend tak steeds Wordt die datum verschoven? En wanneer die datum verschoven wordt, dan gaat de tijd ook mee. En om Youth Ambassador te zijn, moet je een bepaalde leeftijd hebben. Maar je mag ook niet ouder zijn dan een bepaalde leeftijd. Dus volgens mij, killing we softly with the time. Isabi, ook zo -so met de tijd, de mij klaar is. -so je lees aantekening en Volvo. dek En niet iedereen hoeft te zien. Geen nieuwsgierigheid. Er is een verbod op drones tijdens de revidentieviering. Want laatst nog, Ubem Takasan, was het de eerste keer dat men boven het huis van een minister is gevlogen om daarna zaken vast te leggen? Nee, het was al eerder gebeurd. schrijf me? nou, ik vergeet die, er was toen een minister, er was toen een minister Bal is er, en toen was het bal wasser, die bal wasser, want hij was geen minister meer, maar toen der tijd dan waren er geen drones, maar een heel grote drone, met een camera erin, waar helikopter we bedoel, bevrijd, Abara voor de toenmalige minister van O.W. Dewanand beleser, ik weet niet wanneer dat was, misschien kunnen jullie die datum, dag en tijd ook voor me doorsturen, voor de correctheid voor de ecologie, maar er is nu een verbod op het gebruik van drones tijdens de revidentie, daar op Saramaka, uitzonderingen gemaakt voor het niet-intellectueel instituut NII, STVS en ATV, met uitzondering van deze drie, zijn er geen camera's toegestaan, gezien dat na Coming to America, en Coming to America, en Coming to Suriname, de Ashanti-koning, Osei... -Tus. Tutu, de tweede. Dus Tutu Tutu -tu van Ghana. Die zal die activiteiten bijwonen. En dan zeggen voor Hans. Welke Hans? Hans en Grietje? Nee. Hans, kleine puf, chimpoe. Nee. Is het Hans, Brieveld? Nee. Het is een andere Hans. Oh, het is. Uh, de, oh, de, oh, de, de van onbesproken. Hans Jannas. zei gisteren tijdens een informatiebijeenkomst. van NII. in het perscentrum van het kabinet van de hele meneer voor de tweede keer. dat er maatregelen zijn getroffen. voor de veiligheid. Dat Nafu voorkom... Tak doris, kom maar Dus Arki, zie, si, begrijp, hoor, kijk en verstaan. Al die mensen die graag drone shots maken. Luister, er zijn slechts drie bedrijven toegestaan om daar met een drone te zijn. Dat na NII, STVS en na, na ATV. Voor de rest, you know, mag doen mee. Je leest tekening en Volvo. Dekke logisch bekeken. En a legt like leg de mout tap barba. Is dat soort barba me bedoel? Nee, nee. A nou barba sabbe sera onderbong. Dat nou a tra barba wakka. Maar de vuil startplaats. aan de verlengde Jozef Israëlstraat. De Paramaribo Naktego. Miet daar in en omgeving. Oké. Okay? We arkie. Het wordt deze week op. Zo, so, waarom? naar de buurtbewoners van de omgeving... ...hebben bij kans zeven jaar... ...geklaagd over de onhygiënische stank daar... ...en hem gebreken naar... voor Mike Nerkus... ...de lachende DC... ...met een smile op zijn gezicht... ...dat man begint meldde dus maar dat niet... ...het wordt binnenkort, niet binnenlang ...opgeruimd. Zo! So. Dus daarmee bar Maya ja, zijn zij volgen de ecologie... ...dat ze lang ...je lees aan en volvoe. ...maar binnenkort zijn de bewoners van Jozef Israëlstraat, een verlengde pizzeria bedoel, verlost voor een stortplaats. Hmm. Je leest tekeningen en Volvo. Dapper Zo. Geschiedenis is het beeld dat wij ons vormen van het verleden, want we gaan nooit precies kunnen weten wat er is gebeurd. Grote, kotte show. Oude aan Afro-Surinaams erfgoed. Zo, we aarkie zie. Luister, hoor, begrijp en verstaan want is de indekenaar Minanga Rafitheim toevallig bij ABOEver Akoto en omdat een programma die na een informatief programma, die win akoto. Carlos Lenger Grantangi Award met Umusgia Informatie DC ga onderzoeken van waar die koto komt en wat de bedoeling eigenlijk was van die koto. Want die negeren slaven toen, laten Di zeggen die zwarte slaven, waren super sexy, brede, huipen, je sabi toch, Jankita Bobby, je sabi toch, Lokopotea, je sabi toch, Naomi, mkeso. En voor voorkom, dat je meer baby's zouden krijgen die een beetje rood-rood dus bij rood-bruin waar je begrijpt wat ik bedoel dat de man beontwerpt om die mooie vorm van die krioze, ja ja die, 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 die zwarte vrouw te kunnen bedekken zo het ontstaan wachtie, het ontstaan oké, okay, oké, okay, oké okay. aarkie, luister hoor, kijk, begrijp en verstaan, dus no no de afrocultuur zullen we ook daartegen protesteren wij benen en blijven benieuwd. Weet je, ben de adekeloog? Afgestudeerd van de dekeloogische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in dekeloogie. e gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG programma Stop my deck.